Welkom in een nieuwe video. Deze video gaat over het Essene gospel, noemen ze het dan, ofwel het geschrift, moet ik ook wel noemen. En daarin gaat het eigenlijk heel erg centraal om de heilige wet van God. En die heilige wet weten we natuurlijk, en dat staat natuurlijk ook in Marcus 12, vers 30. Daar staat de heilige wet, en dat is God lief boven alles, met heel uw verstand, met heel uw, met alles wat je hebt. En heeft u naast liefde als uzelf. En dat staat heel erg centraal in dat geschrift. Dus gaan we ook even naar kijken naar wat dat allemaal inhoudt en wat er allemaal staat. En wat het voor synoniemen heeft aan de Bijbel, maar ook wat het voor andere ideeën heeft over wie Christus was, of wie Jezus was. Yeshua, noemen ze hier heel veel. Ik noem hem ook maar Yeshua. Maar voor de algemene mens, die kent hem als Jezus. En Yeshua is meer een persoon die een voorbeeld was voor hoe we moesten leven en met welke benadering we het leven zouden moeten nemen, om zo maar te zeggen. Dus ik ga dit hele boek ga ik met jullie doornemen. En ik ga een paar hoogtepunten eruit pakken. En ik heb het gevonden in het Engels. Dus ik heb ben alles aan het vertalen naar het Nederlands. Dat is een behoorlijk werk, maar dat geeft niet. En dus we gaan nu gewoon even kijken naar wat het boek inhoudt. En ja, we gaan eventjes de eerste tekst even doorlezen en dan voeg ik wel weer toe wat ik eraan toe wil voegen. En het geschiedde dat Yeshua in vele naties ging om de heilige wet van God te onderwijzen, in Assyrië en India en in Perzië en in het land van de Chaldeërs. En Yeshua reisde naar vele verschillende naties en sprak tot veel mensen van de heilige manier van leven, en hij bezocht hun tempels en sprak tot hun priesters, ja, instruerend en berispend zelfs hun wijze mannen voor vele jaren, volgens de wijsheid van de ware God, en Yeshua werd daar geliefd onder de mensen, en werkte vele wonderen, en genas de zieken en hielp de zwakken en de onwetenden, want Yeshua voelde een grote medelijden voor het volk. Zelfs als hij getuige was van hun wetteloosheid en armoede en slavernij en onmenselijkheid. Dus wel een heel groot verschil met wat de Bijbel zegt. Die zeggen natuurlijk eigenlijk vrijwel dat Jezus in Israël, althans in hoe ze dat Israël noemen, want ik heb een hele andere interpretatie van Israël, maar zoals het in de Bijbel Israël genoemd wordt, dan noemen wij het ook even voor het gemak Israël. En dan zie je niet dat hij daar alleen gebleven is. Hij is zelfs eerst naar de heidenen gegaan en daarna naar de Joden. Dus er staat voor mij ook beschreven, de heidenen zullen u voorgaan. En dat is precies wat er gebeurd is. En het is wel heel erg leuk om dit te lezen, omdat ik weet gewoon dat hij een heleboel andere religies heb onderzocht om de waarheid van de wet te kunnen achterhalen. En elke religie heeft het inderdaad centraal dat heeft u naast lief als uzelf en God boven alles, zeg maar, om het even kort te houden. En we gaan nu ook even kijken naar zijn doop, want hij is natuurlijk gedoopt. En dat op een gegeven moment wordt hij gedoopt en dan komt er inderdaad een vogel of een duif uit de hemel. En hoe staat dat hier in dit boek beschreven? Want dat is ook heel belangrijk. Want Jezus, via Yeshua, was niet de Christus voordat hij gedoopt werd. Omdat de Christus is een bewustzijn. Is een iets wat je hebt. En dat noemen ze ook wel het godsbewustzijn. Of God in ons. Zoals Jacob het ook noemde. Peniel. De Peniel. En Jacob werd later ook Israël. En Israël. Is strijder, El betekent God, dus een strijder voor God, dat is een Israëliet. Dus vandaar dat ik aan net zei van, ik ben niet eens met de benaming van het land Israël, maar de Israëlieten zijn inderdaad strijders van God. En we gaan nu kijken hoe het hier beschreven staat en dan ga ik daarna wel weer toelichten wat het inhoudt. Maar Johannes aarzelde en zei, ik moet toch wel gedoopt worden van jou, waarom kom je bij mij? En Yeshua antwoordde en zei tot hem, sta het toe dat het nu zo is, Johannes. Want aldus betaamt het beiden om alles te vervullen wat rechtvaardig is voor de heilige vader moeder in de hemel.
Ja, de vader, moeder in de hemel. Wij worden natuurlijk door de Bijbel geleerd van we hebben de hemelse vader, maar nooit moeder. Dat komt denk ik omdat het is wel één persoon, dat ga ik wel zeggen. Het zijn niet twee aparte dingen. Mijn vader en moeder houdt gewoon puur in. De moeder is het begin van alles wat leeft. Dus de vader en de moeder zijn samen één. Dat noemen ze anderen geen. En dan ruimt. En de vader en moeder is gewoon precies hetzelfde als God. Nou, we gaan nu even kijken naar wat er gebeurt nadat hij gedoopt wordt. En Yeshua, toen hij werd gedoopt, ging direct uit het water en ziet, de hemelen werden voor hem geopend en uit de wolk verschenen 12 lichtstralen. En daar in de gedaante van een duif daalde de heilige Christus neer met schitterende verlichting op hem, en zie, een stem uit de hemel werd gehoord, zeggende, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, deze dag heb ik u gegenereerd, luister naar hem en gehoorzaam zijn heilige wet. Ja, ik hoor dus heel veel mensen zeggen Jezus Christus, maar het is Jezus de Christus. En waarom is de Christus? Want Jezus op zich is niet gelijk de Christus. Ieder mens kan de Christus zijn. En er wordt ook gezegd van God zegt van zie mijn waardige zoon. En er staat niet... zie mijn enige geboren zoon. En als je kijkt naar enig geboren, zit het woord enig in. En het woord enig kennen wij als uniek. Dus een uniek geboren zoon. Dus wij zijn eigenlijk allemaal uniek geboren zonen. Dus als je tot God komt, dan ben jij een uniek geboren zoon van God. En waarom gaat het altijd mis als je kijkt naar godsdienst, heel veel godsdiensten zijn zogenaamd de godsdienst van God. En hoe kan het nou dat wij God kunnen vereren en toch eigenlijk hem voorbij gaan, zeg maar. En dan kom je op het stukje Satan. En Satan, dat is natuurlijk de god van deze wereld, wordt het heel vaak genoemd. Ook in Openbaring staat dat. Dus als Satan de god van deze wereld is, wat heeft dat dan te maken met de heilige wet? Want Adam werd bedrogen door Satan en gebracht in een wereld van gebondenheid aan het kwaad, maar Yeshua zou teruggeven wat Adam verschuldigd was, waarmee hij hem herstelde naar zijn ware identiteit en de wereld de onwetendheid openbaarde van Satan die beweerde dat hij God alleen was, en naast hem was er geen andere God. Want Satan zei tot Adam en Eva, ik ben een jaloerse God en gij moet geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want ik vervloek de 100ste generatie, die mij niet aanbidt, maar zegen allen die mijn wetten horen en naar hen luisteren, want ik ben God, ik de enige God boven alles. Dus als eerste, Satan zegt zegt dat hij God is en God zegt dan tegen Adam en Eva van ja, ik ben een jaloers God. Waarom zou je, als je de allerhoogste God bent, jaloers moeten zijn op iemand anders? Als jij het allerhoogste van het allerhoogste bent, dan heb je niemand, geen concurrentie, om zo maar te zeggen. Dus daar zo kan je al zien dat Satan, zoals het ook in de Bijbel staat, heeft God van zijn troon gestoten. Dus de god van deze wereld is Satan. Dus op een gegeven moment komt Yeshua natuurlijk ook Satan tegen. En Satan, die gaat hem natuurlijk verleiden. En zoals hij met Adam ook gedaan heeft. En daar gaan we nu even naar kijken. En dan zie je natuurlijk dat... Ja, in de Bijbel staat de woestijn. En in de woestijn zijn wilde dieren. En in de wilde dieren, dat is allemaal gevaarlijk voor de mens. Maar voor Jezus niet, omdat hij had de echte wet, de heilige wet in zich. En hij werd natuurlijk 3 of 4 keer verleid. Staat in de Bijbel staat 3 keer, hier staat 4 keer. En de eerste kennen we natuurlijk van het brood. En... ik vind altijd heel erg mooi hoe hij daarop antwoordt. En hoe hij altijd beantwoordt vanuit de Bijbel. Vanuit de schrift noemen ze dat. En we gaan even kijken naar hoe hij dit zeg maar oplost.
Want er was kracht in de wildernis die elke natuur van God bezat, en Yeshua keek naar de heilige scheppingen van zijn vader en ontving verlichting en geest. En daar tussen de wilde dieren, zijn enige metgezellen, vastte en bad Yeshua tot zijn hemelse vader, en het geschiedde dat hij daarna honger had en uitgeput was. En het was op deze tijd en plaats dat de verzoeker tot hem kwam en zei, als u de ware zoon van God bent, gebied dan dat deze stenen tot brood worden gemaakt, zodat u kunt eten en worden gevuld. Want is er niet over u geschreven, dat u zich zult voeden met de beste tarwe en honing, en van de rots met zuiver water zult u tevreden zijn? Maar Yeshua antwoordde de verzoeker en zei, ja, maar er staat ook geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elke wet die uit de mond komt de ware God, ja, de eeuwige al. Maar later verscheen hij opnieuw aan Yeshua met een vrouw van overweldigende bevalligheid en schoonheid, en zei tegen hem, neem haar als de uwe, want haar begeerte is op u. En u zult liefde en geluk en veel vreugde hebben al uw leven, en zelfs de kinderen van uw kinderen zien, want staat er ook niet geschreven. Het is niet goed voor de mens dat hij alleen moet zijn, en Yeshua, met een verheven stem, zei tot de duivel, ga weg achter mij, Satan, want er staat ook geschreven. Laat je niet leiden door de schoonheid van een vrouw, want al het vlees is als gras en de bloem van het veld, het gras verdort en de bloem verwelkt, maar de wet van de eeuwige leeft voor altijd. En weer bleef de Satan een tijdje stil, maar verscheen de derde keer opnieuw en zei, kom, laten we naar de heilige stad gaan, waar ik u op het hoogste punt van de tempel zal zetten. Want hier in uw godshuis als u de zoon van God bent en u zelf naar beneden werpt, zal alles wat is geschreven plaatsvinden, want er staat, hij zal zijn heilige engelen voor u beschuldigen en in hun hand zullen zij u dragen, opdat gij te allen tijden slaan ze voet tegen een steen, en weer zei Yeshua tot Satan, er staat ook geschreven. Gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken, noch zijn heilige wet op de proef stellen. En hij zei tot Yeshua, kom hier, want ik heb veel om u te tonen, en veel te verlenen, en hij nam Yeshua mee naar een buitengewoon hoge bergketen, waarin de hele aarde en zijn valleien in de verte te zien waren, en het was op deze berg, dat Satan 12 steden en hun volk zag, ja, de koninkrijken van de wereld en alle materiële verlangens in hen, alles in een moment van tijd, en trots in zijn grote kracht, zei de aartsbestuurder van het kwaad tegen Yeshua, al deze macht en al deze autoriteit, ja, en al de Heer daarin zoals gevonden in mijn wereld zoals u ziet, zal ik u vrijgeven, want gij weet heel goed dat alles wat gij ziet mij een tijd lang wordt overgeleverd, en zie, voor wie ik wil, geef ik het vrijelijk, want er staat niet geschreven, u zult de heerschappij voeren van zee tot zee, dus u zult uw oordeel vellen, mensen met gerechtigheid en de armen met genade, en maak een volledig einde aan de onderdrukking, als u mij daarom wilt aanbidden, Yeshua, alles zal het uwe zijn, en Yeshua keek naar Satan, de vader van elke leugen en valse God van alle kwaad en lust, en zei, ik zeg wederom tot u, onwetende, gij kent de schrift goed, evenals gij de heilige waarheden veel hebt geschreven en verdorven. Maar verstop je niet achter je verdraaide interpretatie van heilige dingen, want je bent in duisternis en ziet niet het licht zoals heilige mannen het zien en weten. Vanwege jouw afwijking vloeit de heilige wet van je af, want dat is heilig en zuiver, heeft geen gemeenschap met kwaad en zonde, want er is geen licht in duisternis en geen waarheid in een leugen. En gij hebt de leugen als waarheid geleerd en zei tot uw engelen, u alleen bent God en er is niemand anders, maar de heilige wijsheid heeft tot u gesproken en zei, u liegt, Sataneel. Want de eeuwige alles is boven de rest, want u weet dat er staat geschreven, gij zult het eeuwige al aanbidden en hem alleen dienen in alle zuiverheid van hart, want u weet heel goed, u hebt het gezag over deze wereld voor een tijd, maar het tijdperk komt wanneer alle dingen in de rust zullen komen en uw macht en autoriteit zullen ophouden. Ja, zoals elk kwaad werk ophoudt en niet meer zal zijn. Dus als ik het goed begrijp, dan is Jezus eigenlijk naar de aarde gekomen om recht te zetten wat Adam heeft misgedaan. Dat is een beetje wat het punt. En wat hier ook allemaal in staat over wat dat de duivel of de Satan de eigenaar van de wereld is, om zo maar te zeggen. Dus niet de eigenaar van de aarde, maar de eigenaar van de wereld. En dat, daar zo staat het heel duidelijk het verschil. Want de aarde is natuurlijk van de vader en alles wat erop gebeurt. Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar hoe de vader is ten opzichte van hoe God is, om zo maar te zeggen. Dat is een heel groot verschil. Omdat hij oordeelt, hij is jaloers, hij,
Hij probeert alles te verdraaien. Hij probeert de waarheid altijd in zo'n weg te leiden dat het lijkt alsof het de waarheid is, maar het is precies tegenovergesteld. Het is een beetje alles wat er verder gaat komen in dit boek. Dat ga ik nu niet behandelen. Ik ga het hier even bij laten, want ik wil de filmpjes niet te lang zijn. Alles wat hierin vermeld wordt in dit boek gaat echt over de wet van God. Of de eeuwige wet. En dat ga je op een gegeven moment ook verder lezen. Dat Jezus ook tegen zijn discipelen zegt van oké, heeft u vijanden lief? En waarom? Omdat de Vader doet dat ook. Want elke dag komt de zon op. En dan de zon boeit het niet of jij heilig bent of onheilig. Of dat jij zonde doet of geen zonde doet. Of dat je rechtvaardig bent of onrechtvaardig bent. Maar hij laat wel de zon voor ons allemaal opkomen. Snap je? En hetzelfde met regen en hetzelfde met eigenlijk alles. Hij is voor de onrechtvaardige en de rechtvaardige net zo goed. En zo goed, zo moeten wij ook zijn als christen. En dat is dus de Christus. Dat is het voorbeeldfunctie. Mensen moeten bij wijze van spreken geïnteresseerd in jou zijn. In de zin van, wat jij hebt, dat wil ik ook. Maar wat gebruik jij, weet je wel? En dan zeg je van, ja, ik gebruik niks. Ik leef alleen naar de wet van God. En dat is een beetje de bedoeling van een apostel zijn. Het is niet wat je zegt, het is wat je doet. Daden zijn altijd sterker dan woorden. En woorden die gebruik je alleen maar tegen jezelf uiteindelijk. Tenzij je zegt wat de Vader je oplegt, om zo maar te zeggen. Zoals ik probeer te doen. Het is heel moeilijk. Het is helemaal heel verwarrend. Want ik krijg ook heel veel dingen op me af, zeg maar, in het principe van geloven of het principe van vertrouwen. Van oké, het ene boek zegt dit, het andere boek zegt dat. En hoe kun je daar een waarheid in vinden? Ja, dat is moeilijk. Dat is denk ik het meest moeilijke wat je maar kan bedenken. Maar de waarheid ligt hem altijd in van, is het vanuit een goed perspectief of is het vanuit een kwaad perspectief? En zoals Jezus ook het zegt, van, je kan de, hoe zeg je dit goed, de leugen herkennen aan zijn rotte vruchten. Dat als iemand niet rot bedoelt, maar kijk maar naar de kerk. Mensen gaan naar de kerk en denken dat ze goed bezig zijn. En vervolgens staan ze elk weekend in een discotheek, staan ze vol als ze zuipen. Dat staat duidelijk in de schrift van, gij zult geen sterke drank drinken. En dat soort dingen. Dus als de kerk echt zou vertellen wat de ware vrucht zou vertellen, dan zouden die mensen allemaal een voorbeeld zijn. Allemaal een christen zijn. Uit Christus. Oftewel, Christus betekent de anointed. Dus de gezalfde of de anointed is een heel moeilijk woord in met Engels. En waar ik naartoe wil is om te laten zien dat de heilige wet van God is iets totaal anders dan de 10 geboden, zou ik maar zeggen. De 10 geboden zijn wel bijna hetzelfde, maar zoals we ook aan het begin hebben gelezen en in Marcus 12 staat, in deze zijn alle wetten. Of er is geen hogere wet als deze, dat moet je ook wel zien. Als je vanuit de liefde leeft, als je vanuit alles doet met liefde, en echt, dan zeg ik ook echt alles, niet een deel, niet dat je alleen zondag in de kerk zit en dat je dan in één keer luistert en dat je s'avonds na het eten een beetje je Bijbel gaat zitten lezen zonder dat je eigenlijk begrijpt wat er staat. Want dat is wat er gebeurt. En daarom probeer ik mensen daarop te waarschuwen. En daarom probeer ik ook buiten de Bijbel dingen op te zoeken. En dat bedoel ik niet omdat de Bijbel niet de waarheid spreekt, maar er staat ook in Johannes 21 vers 25 van, niet alles wat Jezus gedaan heeft kon opgeschreven worden. Dus er zijn meerdere personen die, ik bedoel, hij had mega veel mensen om zich heen. Dat ga je dadelijk in dit boek verder ook lezen, dat hij echt zoveel mensen heeft genezen en veel meer als dat er in de Bijbel staat. En maar je ziet ook heel vaak in dit boek terugkomen dat hij ze ook gelijk geneest van het geestelijke. Dus niet alleen van het fysieke, maar ook gelijk het geestelijke. Van oké, de ware wet, dat is belangrijk. Dat is het centrale punt van het christendom. De heilige wet, noemen ze die ook.
En dat is heel simpel. Heeft je naast lief als jezelf en God boven alles. En alles andere wat je maar kan bedenken, wat er in de wet staat, staat daarin. Want als je van je naaste houdt, dan ga je hem ook niet beroven. Dan neuk je ook niet zijn vrouw. Dan snap je, om zo maar even heel straight to the point te zeggen. Het gaat er gewoon om dat je zowel je naaste, dat kunnen je vijanden en je vrienden en je mensen die je misschien niet kent en de mensen die je nog nooit hebt gezien en de mensen en de plaatsen waar je komt waar je nog nooit bent geweest. En de naaste zijn ook de dieren. Dat zijn je kleine broertjes en zusjes, staat er in het boek. En dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. Want ja, je trekt natuurlijk kleren aan en dat soort dingen. Waar allemaal dieren voor moeten lijden, om zo maar te zeggen. Goed. Dan gaan we allemaal verder in op de volgende video's. En ik hoop dat hier zo een beetje de verhalen die in de Bijbel staan, staat ook allemaal ook hierin. En het is zo meer een soort van referentie. Het is niet vervangend. Dat is wat ik wel duidelijk wil hebben. In de Bijbel staat het precies hetzelfde. Maar hier staat het net met wat andere woorden. En ik heb het allemaal zelf vertaald. En ik zie ook af en toe nog foutjes tussendoor. Want ja, je leest het allemaal vrij snel door. Dus hier en daar zullen er nog wat foutjes in staan. Ik ga hem nog een keer helemaal doorlezen. En dan ga ik hem aan jullie schenken. Je hoeft er niks voor. Ik ga er niks voor vragen. Ik ga er gewoon. Als die af is, komt hij in een linkje. Ik weet nog niet of ik hem op een site ga zetten of dat ik een retransfer ding ga doen. Dan moet ik even kijken of ik het ga doen. Maar ik ga in ieder geval zorgen dat de vertaling zo goed als klopt. En dat is een behoorlijk werk. Het zijn bijna 90 pagina's, geloof ik, bij mijn ogen gezegd. Bijna 100. Dus het is best wel een behoorlijk werk. En niet dat ik daar een of andere referentie voor wil, hoe zeg dat. Waardering voor beelden, daar gaat het me niet om. Het is gewoon, ik begrijp dat Engels moeilijk te lezen is voor sommige mensen. En zeker als het op spiritueel gebied gaat. Dus dat er een Nederlandse versie is, is wel makkelijk. En ja, je ziet, ik haal het nu zelf ook uit. En ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En ja, ik zeg altijd, wees de verandering die je wilt zien. En dat is precies wat het Christusbewustzijn is. Wat Christus inhoudt en wat al die dingen bij elkaar inhoudt. Dus als je wil dat de wereld verandert, dan begint het bij jezelf. En dan in Matthäus 7 begint het, gij zult niet oordelen, anders zult gij geoordeeld. Zou ook zo geoordeeld worden. Het is altijd wat je geeft, is wat je krijgt. Dat is het centrale punt van elk geloof. Dat is het centrale punt. Dat is geen karma, dat is gewoon hoe het in elkaar zit. Op een gegeven moment, volgens mij bij Elia, toen hij aan het profiteren was, waren de jonge gastjes die gingen hem uitschelden. En die werden opgevreten door een beer. Waarom? Omdat wat je geeft is wat je krijgt. Het staat er zo vaak in beschreven in de Bijbel. En mensen doen het niet, terwijl ze hem wel lezen. En daarin ben je een echte christen of je bent een antichrist. Je antichrist, hoe je het ook wel noemen. Dat is waar Openbaringen en Jezus en iedereen voor waarschuwt. Van, leef die ene wet en je zal het koninkrijk van God beërven. Zo simpel is het. Gewoon liefde naar alles, op elk moment. Of ik, hoe ik het altijd zeg, altijd denken wat God zou doen. En dat is niet egoïstisch bedoeld. En je moet ook nooit achteraf gaan zeggen van kijk eens wat ik heb gedaan. Ik zeg altijd, ik spreek de woorden van de Vader en niet van mezelf. Alhoewel, ik ben gewoon een verlenging van de Vader. Ik ben een zoon van God, om zo maar te zeggen. En dat is niet egoïstisch. Dus ik niet helemaal niks naar mezelf trekken toe. Maar omdat ik gewoon wil laten begrijpen dat het niet meer is dan hoe jij je leeft. En hoe jij denkt. Dat is ook heel belangrijk. Want je kan wel een heel goed leven denken. En dan ook een keer als je een mooie vrouw ziet. Zoals het in de dingen wordt geschreven van, ja, hij kwam met een vrouw naar Jezus toe en wou hem verleiden. Maar dat is niet de bedoeling. Want als je dan nog steeds in je gedachten overspel pleegt, dan ben je niet goed bezig. En dat is heel, heel, heel moeilijk. En daarom leven we ook in de hel. En daarom
is de wereld van de duivel. Omdat wij elke keer die twee strijden hebben tussen goed en kwaad. Tussen de zon en de maan, of tussen hoe je het ook wil noemen. Er is altijd dualiteit. En dat heb ik ook in mijn video over dualiteit heb dat heel erg uitgebreid verteld. Althans geprobeerd te vertellen. En ik hoop dat er altijd vragen of vragen over hier deze onderwerpen zijn. Zodat ik een beetje kan inspelen op mensen wat ze niet weten en wat ze willen weten. En tuurlijk, ik zeg dingen heel anders dan dat mensen gewend zijn. Omdat het gezegd wordt. Maar het hoeft niet te betekenen dat ik niet de waarheid vertel. En ik zeg ook niet dat het mijn waarheid de waarheid is. Maar het is zoals ik het ervaar. Zoals ik het geloof. En geloof is ook iets waar vertrouwen op de dingen die je niet ziet. Dus geloven is iets persoonlijks. En dat kan je niet van iemand afnemen. Je kan het alleen maar toevoegen bij iemand. Dus dat is wat ik nu probeer. Dus ik hoop dat ik een beetje voldoende achtergrondinformatie heb gegeven over dit onderwerp. Ik ga er nog veel meer over uithalen. Omdat er staan zoveel bijzondere lessen in deze geschriften. Die hebben mij zo erg aangesproken dat ik het ben gaan vertalen. Dus het is niet niks. Het is heel zwaar om dit te lezen. Je wordt heel erg geconfronteerd. En je hoort gewoon Jezus in je hoofd spreken als je dit leest. En dat is het mooie ervan. Wees de verandering die je wilt zien. Tot in de volgende video. Peace.